Breda Nu. Je weet het meteen. Op 2 februari hielden de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee een korpsdag. Op deze dag zetten kadetten zich in om maatschappelijke projecten uit te voeren en te ondersteunen. We hebben vanuit de Militaire Academie hebben we een dag georganiseerd, eigenlijk vanuit de studentenvereniging. En we willen eigenlijk de verbinding maken met Breda. En dus niet alleen maar er zijn, maar we willen ook onszelf presenteren. En we zoeken verbinding met Breda. En vandaag voeren we op verschillende locaties maatschappelijke projecten uit. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet welke locaties dat zijn. Ik ben eigenlijk alleen maar voor deze locatie aangewezen. Ik weet wel dat we 15 locaties werken. En met ongeveer met 240 mensen. We hebben een paar klussen gekregen. We zijn hier bezig met de belevingstuin. En daar waren deze pergola die hebben we vervangen. Die was rot, dus we hebben vooral buiten zijn we nu bezig met wat klussen. En of er wordt geholpen in het activiteitencentrum of in de keuken. Ja, Breda is natuurlijk wel een bekende stad als het om defensie gaat. De Militaire Academie staat er, dus officieren worden daar opgeleid. Dus dat is vooral denk ik de belangrijkste betekenis. Ja, en daarnaast is Breda voor ons natuurlijk ook wel gewoon een studentenstad waarin we wonen en, wonen en studeren. Met hoeveel kadetten we hier bezig zijn vandaag? We zijn hier met, vandaag hier zijn we met 12 mensen. Breda Nu. Je weet het meteen.